je mag natuurlijk gewoon in het midden komen te staan. Zo, de man van de wedstrijd. Ah, dat is altijd lekker, maar die drie punten zijn lekkerder, hè? Ik denk wel dat we dit even nodig hadden. Misschien kun je dat wel zeggen, ja. Hoe nodig? Ja, echt niet normaal. Weet je, als je zoveel wedstrijden op rij niet wint, en ja, dan gaat dat toch een beetje erin kruipen bij je als ploeg. En, dan wacht je op de eerste overwinning. En ja, dat dat mooi nu thuis eindelijk gebeurt, dan is dat een bevrijding voor iedereen. Duurde lang, man, tegen Timon. Ja, dat klopt. Maar het schijnt ook best wel moeilijk te zijn. En helemaal, we zijn nog niet top aan de bal. Dat is denk ik wel duidelijk. Dus dan hebben wij ook moeite tegen 10 man. Utrecht maakte klein. En wij waren denk ik veel te statisch. Niet snel genoeg van kant wisselen. Ja, dan krijg je het nog lastig. Maar... Nou, gelukkig hebben jullie aardige spelers. Hè? Jonkie, Milan Daan met die mooie bal op Kwong. En dan die goal op jou. Dan kijk maar even mee. Heb je hem in je hoofd? Ja, ik heb hem zeker in mijn hoofd. Ik wilde hem al 3 keer eerder hebben van hem. Maar ja, nu was hij perfect. Ja, dit is perfect. De timing is goed. Voorzet meteen. En ik had hem al in de eerste helft moeten maken. Dus dan is dit wel fijn dat ik hem maak. Dat is ook een beetje een trainingsgoal, toch? Sorry? Dit probeer je op de training non-stop, denk ik. Ja, dat staat vast. Maar de training, dat telt niet. Maar hoe mooi... Zeg je het, Jan? Nee, ik zei niks. Oh, okay. Nee, maar hoe mooi. Kijk dan. Want dit heb je lang niet gezien. Nee. Ja. Dat ze zo blij zijn, bedoel je? Ja, vorig jaar natuurlijk. En ik denk dat zij dit ook wel verdiend hebben. Ja, het is even geleden in dit seizoen dan natuurlijk. Ja, de voorzitter zat er met zijn zoontje. Volgens mij stonden die keihard feest te vieren. Inderdaad, hoe is het in de kleedkamer, denk je? Ja, je wilde gauw naartoe, hè? Nee. Ja, die zijn ook blij. Nou goed, dat is logisch, denk ik. Dus, Mag ik nog even een kritische vraag stellen? Ja, zeker. Ik begrijp niet helemaal waarom jullie eigenlijk na de 1-0 steeds minder druk naar voren gaan. Je hebt een man meer. Jij ging ook steeds terug. Ja. En ze kregen alle tijd aan de bal achterin. Ja, er was geen pressie meer. En daardoor kregen ze eigenlijk ook nog 2 kansen. Ja, precies. Maar goed, ik denk ook, C5 die kon niet meer. Dus die bleef al een beetje wankelen, zeg maar. Ja, komt er nieuw in. Komt er een nieuw in. Toen wilden we wel. Maar ja, uiteindelijk dan gaan zij zo hoog staan met z'n allen. Ik denk toch dat het een bepaalde angst is dat je terug gaat zakken. En ja, op sommige momenten proberen we het even, maar ja... Uiteindelijk hebben we mazzel gehad, denk ik, de laatste fase. Ja, de controle weg. Ja. Wezen, ja, het zijn 200% kansen. Ja. Maar ik vond ook dat wij aan de bal waren. We creëerden niks. Dus op een gegeven moment, we deden niks. Dus we waren achterin een beetje rond aan tikken. Ik denk dat we blij waren dat ze de bal kwijt waren. En laat hun maar lekker... Hey, maar niet meer laatste. Niet meer laatste. Nou, kijk eens aan. We kijken alleen maar omhoog. Dankjewel, man. Geniet ervan. Dankjewel.